Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe les van Dynamic Activities. Wij hebben er heel veel zin in en we hopen jij ook. Als je er klaar voor bent, kunnen we beginnen. Doe je mee? Hallo allemaal, ik ben Camille van Dynamic Activities en vandaag ga ik een leuke les warm koken geven. Deze les is bedoeld voor de groepen 7 en 8, maar je mag deze niet zonder papa of mama doen, want we gaan natuurlijk koken. En dat is gevaarlijk. We gaan vandaag een pasta maken. Die pasta gaan we maken met courgette, champignonnetjes, bosui, knoflook, cherry tomaatjes en pijnboompitten. Dan gaan we nu de bosui en knoflook snijden en dan kunnen we beginnen.
En dan nu de knoflook. Hoofdvuur. Schud je olijfolie. Schud je balsamico. Anders azijn. Als je geen balsamico hebt, is azijn ook oké. En dan wat zout. Peper. Goed verdelen over de pan. Niet te heet laten worden. Anders krijg je heel veel spatgevaar. Dan de ui en knoflook. Kijk eens. De courgette erbij. Heel klein stukje azijn erbij. Kijk, je ziet alle pannen een klein beetje bruin worden. Dat is mooi. Alles wordt een beetje bruin. Dan doen we de tomaatjes erbij. Dit is allemaal voor hoog vuur. Klein stukje olijfolie bij, heel klein, hè? Niet te veel.
Dit zijn twee eetlepels. Twee. Zo. Die op hoog vuur laten. Blijven bewegen, de pijnboompitjes. Anders gaan ze aanbranden. Voor de pasta in de waterkoker. De pijnboompit al klaar zijn. Dan maar bruin. Niet te donker laten worden. Dat doen we hierbij. Hier nog wat kruiden bij, Italiaanse kruiden. Heel klein beetje water bij de saus om te laten binden. Dat de smaak trekt. Totdat de pasta gekookt is. En zo is je saus klaar. Dan water bij de pasta. Goed er overheen schieten. Zo. Niet te veel water. Genoeg water dat gaat koken. Ik doe maar even erin. Zie dat. En dan wanneer het gaat stomen en borrelen, dan is de pasta klaar. Met de saus erbij. Je kan ook saus op het bord doen, maar wat je wil. Ik doe hem gelijk in de pan. Zo. Een beetje kaas erop. En je pasta is klaar om opgegeten te worden. En zo heb je een pasta gemaakt met cherry tomaatjes, courgette, stukjes champignon en pijnboompitjes. Kijk eens. Dat was dan het einde van deze les warm koken. Ik hoop dat de pasta zal smaken. En ik hoop jullie een volgende keer weer te zien. Tot ziens. Dag. Dit was het weer voor vandaag. Leuk dat je erbij was. Doe je de volgende les weer mee? Graag tot dan.